Vandaag in de Jensen Show. En kijk dan in Nederland wat er gebeurd is. Het FVD, die een enorme, een ongelofelijke overwinning behaalde, vorig jaar nog, is weg. Het is over. Het is game over. En dit is ook wat ik Baudet vertelde toen hij mij belde toen die coronacrisis net uitbrak. Toen stond hij te schreeuwen daar, net zoals iedere andere politicus, over een lockdown, een hardere lockdown. Rutte, je moet harder lockdown, dat soort dingen. En toen heb ik getweet iets en daar reageerde hij op en daarna belde hij mij. En toen ben ik, zeg maar, ik was wat hoog in mijn emotie, om het maar zo te zeggen. Maar ik bedoel, had een ander Kamerlid gebeld of had iemand anders, was ik er ook zo in gegaan. Ik zeg, waar ben je mee bezig? Ik zeg, denk jij nou echt dat dit gecreëerd is hier om jou straks de grootste te maken? Want dat leek er toen nog een beetje op, weet je wel, dat de FVD kon heel groot worden. Ik zeg, je moet er nu tegenin gaan. Het klopt niet wat ze aan het doen zijn. En dit is bedoeld om jou en het hele populisme en die hele stroming eronder te krijgen. Het is één van de dingen. Ik vertelde het hem toen al. Nou, hij begreep dat toen nog niet. Hij dacht echt dat het een public health crisis was voor de volksgezondheid. Nou ja, goed. En ik bedoel, zo werd het ook gebracht. En er zijn veel mensen natuurlijk voor gegaan en voor gevallen. En daarna hebben we natuurlijk het nog uit. Ik bedoel, niks uit te spreken. Het was gewoon een ander inzicht. Maar daarna heeft hij het toch ook wel helderder gezien. Ik vind dat hij het beste verhaal recentelijk verteld heeft over coronacrisis in de Kamer. Ook die confrontatie met Rutte was briljant. Was geweldig, was fantastisch. En was echt Baudet op zijn sterkst. Maar ook al was hij gegaan voor, zeg maar, mijn lijn. Ik denk dat zijn partij daar helemaal niet achter had gestaan. Want het probleem met FVD. Ik heb ook een keer natuurlijk op die dag dat ze georganiseerd hadden. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar heb ik wat interviews gedaan. Het was 4000 man waren daar. Het was heel indrukwekkend. Ik wilde gewoon eens even kijken hoe dat was. En wat voor mensen het zijn. En het was heel indrukwekkend. En je merkt gewoon de behoefte naar zoiets als het FVD. Is zo groot in Nederland. En dat zie je dus ook bij die overwinning van vorig jaar. Het is zo ontzettend groot. Maar wat er gebeurt natuurlijk is dat Baudet heeft dit gedaan. Het is Baudet zijn partij. Hij moet 100% en hij krijgt 100% de credits voor wat hij daar heeft opgebouwd. Dit is niet die otter geweest. Dit is niet, nee, ik moet er ook om lachen. Dit is niet die otter geweest. Dit zijn niet die laffe mannetjes en vrouwtjes die in zo'n bestuur zitten van zo'n FVD. Maar het stijgt ze natuurlijk allemaal naar hun hoofd. Ze hebben één keer meegemaakt, geroken aan van, goh, we zijn nu een echte grote partij. En dan gaan dat soort slemielen en dat soort vervelende, je ziet het in ieder, je ziet het in een buurtverenigingen, zie je het al. Die gaan een te grote jas aanmeten en die gaan een kritiek op Baudet geven. En nee, de partij is meer dan Baudet. Dat was dit niet. Dat is dit niet. Mensen hebben op Baudet gestemd en op niemand anders. Misschien een beetje Hiddema, maar that's it. En daar moet je gewoon, als je groot wil worden en groot wil blijven, moet je achter die man blijven staan. En zeker in deze tijd, waar mensen geen behoefte aan hebben namelijk. En dit is waar dat soort mannetjes, dat soort figuurtjes altijd fout gaan. Er is geen behoefte, nadat je één zo'n overwinning hebt behaald, om te matigen en een soort van VVD te worden. Nee, na die overwinning van vorig jaar had je er nog harder in moeten gaan. Nog meer de beuk. Want we hebben oppositie. Mensen schreeuwen om oppositie. En mensen schreeuwen niet om meer partijstructuren en meer overleg en toch een democratische statuut en bla 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 bla. Er komt in zo'n partij, omdat er zoveel middelmatige, domme mensen aan zo'n partij dan uiteindelijk toch zitten, want dat zijn te veel mensen. Er komt een jaloezie. Baudet krijgt te veel credits. Hij moet dit niet zeggen, hij moet dat niet zeggen. Deze mensen moeten allemaal hun muil houden. Ga nu naar Jensen.nl voor de hele show van vandaag. Het vrije geluid laat zich niet censureren.